Bakker Westers, jij staat hier vanmiddag om taarten te keuren. En hoe ziet het eruit? Geweldig, echt. De creativiteit van de kinderen is wonderbaarlijk. Er zijn hele mooie taarten bij. Er zijn taarten bij waar ze heel creatief mee om zijn gegaan. Er zijn hele speciale taarten bij. Waarvan één sowieso dat die is opgebouwd uit meelkoekjes. Dat hadden wij nog niet eerder gezien. Is ook heel lekker. Vervolgens hebben de kinderen om één ding heel goed gedacht. Alles wat op de taart zit is eetbaar. Dat is natuurlijk ook wel best wel belangrijk. Vooral als je een creatieve taart moet maken. Want je kunt een hele mooie taart maken en dan kun je allemaal plastic dingetjes op doen. Maar die kun je niet eten. Dus... Hadden de kinderen een speciale opdracht of niet? Lente. Dat was de opdracht voor de kinderen. Dat ze dus iets met de lente moesten doen. En daar hebben ze zich ook heel goed aan gehouden. Het zijn allemaal hele fleurige en vrolijke taarten met bloemetjes. Dus aan de lente hebben ze zich keurig netjes gehouden. En hoeveel inzendingen waren er? Er zijn 5 inzendingen. We hadden gehoopt op meer. Nou, misschien voor het volgend jaar dat er meer kinderen mee willen doen met een taart in te zenden. Of dat we op dat moment een andere thema hebben. Dat er bijvoorbeeld iets van broodjes of... We zullen eens zien wat we voor het volgend jaar gaan bedenken. En jij hebt ze inmiddels allemaal geproefd? Ik heb ze allemaal geproefd. De ene is nog lekkerder dan de ander. Daarvoor wordt de keuze heel erg moeilijk. Dus ik moet me nog heel goed beraden wat de lekkerste taart is en wat de mooiste taart is. Want we hebben 2 prijzen. 1 voor de mooiste taart en 1 voor de lekkerste taart. Dus dat wordt nog heel moeilijk. Ondanks dat er maar 5 inzendingen zijn. Nou, dan gaan we straks wel even kijken wie de gelukkige prijswinnaar is. En wat zijn de prijzen? De 2 prijzen zijn een workshop bij mij in de bakkerij. Samen met een vriendinnetje. Dan mogen ze bij mij dus kiezen uit of ze mogen een taart maken of ze mogen broodjes maken. En daar ga ik hun helemaal mee begeleiden wat allemaal mogelijk is. En helemaal een rondleiding in de bakkerij, hoe het nou eigenlijk echt werkt in een grotere bakkerij. Nou, ik ben heel nieuwsgierig wie met die prijs naar huis gaat. We zullen afwachten. Doen we dat. En dan nodig ik hierbij prachtig Pekelaar uit om daar een filmpje bij komen te maken als de kinderen bij mij in de bakkerij komen. Nou, dat doen we graag. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, ik zal eerst eens even met de bakker langs de taarten gaan lopen en even vragen wat hij ervan vond en hoe de taart smaakte. Nou, we hebben hier de lekkere originele appeltaart. Die kwam al heerlijk warm binnen, want ik mocht hem warm ontvangen en hier neerzetten. Dus we roken hem al heerlijk hier in de zaal. Wat vond je van deze appeltaart? Qua originaliteit vond ik hem iets minder, maar qua smaak een beetje af. Echt wel. Die was heel erg lekker. Mijn dochter heeft hem ook geproefd. Mijn dochter is dol op appeltaart. Okay. En die vond hem heel lekker. Hé, hey Marijn, jij hebt de appeltaart gemaakt, hè? Ja. Nou, applaus voor Marijn, hoor, voor de appeltaart. Nou, de volgende taart is gemaakt door Anouk en Marten. Erg mooi qua decoratie, maar ik ben ook inderdaad wel benieuwd wat er dan in die taart heeft gezeten. Decoratie vind ik ook geweldig. Hij is voor de rest afgemaakt met marsepein, of eigenlijk een rolfondant, neem ik aan. Alles wat op de taart zit is ook eetbaar. Dat vind ik ook wel een heel unicum. De vulling van de taart moet ik even spieken. Het was een vulling wat dicht in de buurt komt van chocola. Een korreltje chocola vernam ik erin. Hij is heel erg luchtig. Hij komt heel dicht bij een echte taart in de buurt. En dat vond ik ook wel heel apart. Want alle taarten die zijn gemaakt, de ene is van bastonje, maar de andere is allemaal ook echt van cake. En waarvan de taart met de boom is heel luchtig. Die heeft dus, nou, ik zou haast zeggen, het komt bijna een taart van ons zijn. Wow! Nou, applaus! Nou, laat ons dan ook niet langer in spanning. We zijn heel erg benieuwd. Wat vond jij de meest originele taart van deze 5? Dat heb ik niet besloten, maar dat heeft mijn dochter besloten. Wil jij hem aanwijzen, Danique? Welke taart jij het mooiste vindt? Nee, die was het lekkerste volgens mij. Welke was het mooiste? Moet je even naar de voorkant kijken. Toi.
Nou, dat is de taart voor de origineelste taart. Die krijgt een workshop bij mij in de bakkerij. Kijk eens, dat is een waardbol. Kom je nu een workshop bij mij doen? Voor of taart maken of broodjes bakken. En je mag een vriendinnetje meenemen. Dus voor iedereen die komt mag je een vriendinnetje meenemen. Ja? Kijk eens, alsjeblieft. Mijn dochter heeft het stiekem al een beetje verraden welke ze het lekkerste vond. Want ik heb de raad van mijn dochter ingevraagd om... Nou, ik vond het zelf heel erg moeilijk, want ik vind ze eigenlijk allemaal lekker. Want ik ben dol op gebak. Maar mijn dochter vond de appeltaart vond ze het lekkerste. Nou. Gefeliciteerd. Oh.